Loop jij je te vervelen? Kom dan lekker blokfluit spelen. Mijn naam is Astrid en dit is de tweede video die gaat over het liedje Scarborough Fair. We gaan dan ook het tweede gedeelte oefenen en we beginnen meteen. De eerste toon is de B en daarna maak je een sprong naar de hoge E. B, E, E, D, B, B, A, G, vies, D. Aan het eind is weer een klein sprongetje, vies, D. En dat is eigenlijk best een hele makkelijke sprong. Je hoeft alleen maar één vinger neer te leggen. Als je de vies zo moet spelen, als je een enkele boring hebt of een Duitse boring, dan moet je iets meer doen. Want dan moet er één vinger neergelegd worden en tegelijkertijd die andere opgetild. En als je een barokboring hebt, heb je het iets makkelijker. Hoef je alleen maar deze neer te leggen. Daarvoor is het vanaf de B eigenlijk naar beneden. Met een klein huppeltje in het midden, hoor je dit? Gaat het vanaf de B met een klein sprongetje van het ritme. Je ook wat sneller met je vingers bewegen naar beneden. Doe maar mee hoor. En vingers die moeten het vaak doen hè, voordat het helemaal goed gaat. En het stukje daarvoor, het begin van dit gedeelte, die begint met een sprong vanaf die B naar de E. Dus in één keer moeten er heel wat vingers bij, maar dat niet alleen. Je moet ook nog de duimhalfgaatje, B, dat. Het helpt vaak goed als je je blokfluit wat horizontaal houdt. Vanaf die B naar de E, dus vingers erbij, 1, 2, 3, 4 en 5 en duim half gaatje. Dus bijna een lange en een korte E. En daarna een D en dan moeten er weer heel veel vingers af. Dat is ook echt wel een overgang die je vaak kunt oefenen hoor. En vervolgens gaat die melodie zo lekker naar beneden. En dan komt het laatste stukje en dat is het makkelijkste. Yes! We beginnen op de E, maken we wel een sprong naar de B. E naar de B en dan gaat het zo lekker naar beneden en eentje terug. Nog een keer. En hoor ook het verschil tussen de lange tonen en de kortere tonen. Ook weer zaak om in één keer heel veel vingers tegelijk op te tillen. Dat dat mooi tegelijk gaat en niet zo om de beurt. Zo. Kan ook nog. Het is mooi als je dat als effect wil, maar dat wil je niet in dit liedje. Dus even het tweede gedeelte wat je in deze video geleerd hebt, helemaal achter elkaar. Kijk maar of je mee kan doen. Ik hoor graag van je hoe het gegaan is, of je het nu kunt spelen.
Like mijn video natuurlijk. Geef een comment. En dan zie ik je de volgende keer weer. En je weet het, hè. Nooit meer vervelen als je blokfluit kunt spelen. Hey, hoi!